Beste vrienden, binnenkort gaan Pepe, Dominique en ik zelf hier koken in Antwerpen voor heel veel mensen. En dat allemaal ten voordele van Coca. Maar wat is dat eigenlijk, Coca? Wat een school is dat? Welke kinderen zitten hier? Dat gaan we samen ontdekken. Kom mee. Hallo. Hallo. Welkom in Coca. Jij bent Anne. Ik ben Anne. Oké. Ik heb 3 toffe gasten die samen willen koken. Oké. Ben benieuwd. Hallo, hoe is het, mama? Ik ben Jeroen. Milan. Tommy. Tommy. Ik ben Baaska. Baaska. Ik vond dat jij de tolk bent. Ja. Baaska, koken is iets wat je altijd graag gedaan hebt, omdat je ook veel doet. Ik was voordien op zoek naar werk. Ik ben in Mongolië grootgebracht en dat was het heel moeilijk. Ik moest ook nog heel veel Nederlands leren en Vlaamse gebarentaal. Maar dan dat koken, dat vond ik wel heel plezant. Milan, je hebt vroeger in de Piva gezeten, nu bij Coca. Houden ze hier meer rekening mee of wat is hier anders in deze school? Concentratie werkt er soms niet geweldig mee. Oké, en hier wordt daar meer aandacht op gezet? Er wordt niet direct op u gezaagd, ze steken meer moeite in u als er iets mis is. Er wordt een beetje meer rekening gehouden met jou. Ja. Tommy, vertel eens, hoe komt dat jij hier terechtgekomen bent? Dus van de ouders motivatie gekregen om de keuken gaan werken. Zat jij hetzelfde met zoals Milan, wat concentratieproblemen? En... Nee. Voor mij was dat echt puur theorie. Minder zin in theorie en meer zin in de praktijk. Dat snap ik helemaal. Ik was eigenlijk ook niet zo goed in theorie, moet ik eerlijk toegeven. Wat is uw plan nu eigenlijk? Want je bent bijna afgestudeerd. Ja, nog 2 jaar. Nog 2 jaartjes en dan? Gewoon een bedrag kunnen opstarten. Ah, je zou graag zelfstandig worden? Ja, zelfstandig. Een eigen restaurantje dan of zo? Of een traiteur? Ik begin gewoon een snackbar of zo. Ja? En dan later misschien een restaurant. Ja. Oké, mannen. Pizza time, hè. We gaan de pizza's afwerken, bakken. We gaan vooral een keer proeven, hè. Ja. Dat is het belangrijkste. Anne, de pizza's steken in. De jongens zijn aan het afwassen. Tijd om even bij te praten. Hè. Ze hebben allemaal hun eigen beperking hier in Coca. Ja. Ik heb de indruk dat zij toch heel veel kunnen. Hoe zie jij in de toekomst eigenlijk? Eigenlijk heel rooskleurig, want eigenlijk al die gasten die hebben wel een rugzak. En wij proberen met de bedrijven een relatie op te bouwen. Dat onze leerlingen daar eigenlijk in kunnen groeien, in hetgeen wat ze moeten doen. Eigenlijk die gasten die voelen zich dan, als ze op stage gaan, één van hun. Ja, en dat niet, is de bedoeling, en niet zo iemand die dat op de zijlijn staat. Ja, want Baaska liet mij weten dat hij bij een traiteur werkt. Dus dat gaat toch goed? Ja, maar het is wel onze taak eigenlijk als school, om als die gasten ergens naartoe gaan, dat we echt wel een kader maken van oké, dat zijn die zijn beperkingen. Dat kan hem niet. Zij kunnen wel in een keuken meewerken, maar zij kunnen bijvoorbeeld niet aan de stoof staan. Dus maar die doen ongelooflijk goed voorbereiding. Die zijn snijtechnieken zijn ongelooflijk. Die kan brunoise snijden, dat ik niet mijn naam is. Ja. En snel, hè. Snel. Ah, wel, dat is fijn. Ah, wel, dan denk ik dat jullie missie als leerkracht ook geslaagd is, als die verder kunnen in de horeca. Ja. Voor iedereen een plaatsje. Inderdaad. Oké, pizza's zijn klaar, jongens. Dat ziet er goed uit, hè. Echt lekker. Ja. Ja. Ik vond het heel fijn om jullie te leren kennen. Bedankt. En binnen een maand ongeveer. Ja. Je dat er zeker bij zijn, hè. Ja. Salut, mannen. Ciao, hè. Doei.